Hey en welkom bij aflevering 5 van de Call of Duty Modern Warfare Campaign Playthrough. Tjert heeft even een break gekregen, maar ik heb Mol meegenomen. Zeker, ja. Ik heb er zin in. Ja, ben je er klaar voor? Ik weet het niet. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik deze game ga checken, dus ja. Cool. Nou ja, dan heb je wel even een recap nodig. Dus waar we nu zijn, we zijn vorige keer een beetje halverwege in de missie gekapt. Maar we zijn op een soort boorplatform midden in de zee op zoek naar een missile. Want El Sin Nombre, de baas van het Mexicaanse drugskartel, die heeft ons verteld dat die missile daar is. We weten niet waar die naar wordt afgeschoten. We weten niet waar de controls zijn, dat hebben we net vastgesteld. En we zijn net keihard gecrashed met een soort boot, op een andere boot, waar allemaal containers langs elkaar schuiven. En daar gaan we nu doorheen proberen te komen en de missile vinden. Ik vind het spannend. Ja, laten we beginnen, man. Ja. Yeah. Let's go. Kijk, glijdende containers. Ja, die zijn dus gevaarlijker dan je denkt. Want ik ben dus vorige keer een paar keer doodgegaan door die dingen. Je moet heel goed. Ze kunnen je echt gewoon rammen en dan kun je echt doodgaan. Dat is wel nice. Ja, dat is even geraakt, man. Dat is even geraakt. Ja. What up, meneer Jas? Welkom, welkom. Ja, hier moet je dus niet tussen komen. Je kan beter hier door het midden. Dan moet je heel goed kijken want die gasten zitten hier. Ja, ze rust namelijk. Oh, pas op. Ja. Daar zo. Oh! Die komt recht op je af. Ja, je hebt dus ook zo'n TikTok kanaal van zo'n guy die op een boot werkt. Hallo. En die post heel vaak van dat soort video's, dat hij alle kanten op wordt geslingerd. Oh ja, dat is niet wel zo van, ja, dat moet zichzelf vast weg. Waar kan toe? Ja. Hier? Nee, hier ga ik niet tussen. Oh, dat was een sniper. Oh, dit zijn er heel veel opeens. Oh! Oh, kut. Oh. Niet zo goed begin, Jacob. Sorry. Ja, maar hey. We moeten nog gewoon starten. Kijk hoe voorzichtig ik ben. Gaat wel. Deze gast die wist er echt niet op te letten. Oh, ze zijn hier. Oh ja, god zeg. Het is echt wel lastig hoe het alle kanten is. Je hebt toch gewoon op normal difficulty staan? Ja, ja, maar ik speel altijd op normal. Ja, ik ook. Ik ga niet 20 uur doen over een Call of Duty campaign of ik de tijd dood ga. Ik heb wel een paar keer gedaan vroeger. Om dan die trofeetjes te proberen te halen, maar dat is echt lastig. 3 kills en dan dood. Blijf even achter deze container zitten. Mijn god! Oh. Holy shit! Dat is nummer 2! Vorige keer ging ik ook een paar keer dood. We zitten heel dichtbij ook hier. Dat is wel wellicht nog. Ja. Ja, volgens mij ben ik ook niet zo snel langs gelopen. Okay. Wat een geweld. Meneer Jas heeft van 9 december tot 9 januari vrij. Gekregen van verlof. Kijk, dat is een hele maand. Oh, ouderschapsverlof? Nee, hij zegt gewoon verlof. Oké. Mooi hoor. Oké. Oh, daar. Ja, er zit daar denk ik ergens een sniper. Die pakt mij steeds. Ja, ik kan niet van gaan aanvallen. Ik heb ook wat gezien. Oh, mijn god. Ik ben weer tussen container gekomen. We zaten 3 keer scheepsrecht hier. Nou moet het goed gaan. Je kunt het. Wow. Oké, nou ik denk dat ik niet die sniper moet gebruiken. Dus dan heb je nog meer deze geen oog. Eerlijk, het kwam wel op dat deze campaign net een tikkie moeilijker is dan de
natuurlijk. Ja. Dat zeg ik niet, omdat ik het ook slecht ben. Maar komt er door de containers of wel meer in de game? Nou, je hebt wel... Er zijn wel meer momenten in de game die iets pittiger zijn. Maar dat komt ook door de checkpoints die lijken iets meer verspreid te zijn. Soms. Oh ja. Kijk maar hier, zit ik redelijk oké. Lekker. Oh daar, ja. Die gast. Oké, okay, daar nog eentje. Gewoon omdat ik de zomer amper vakantie heb gehad. Kijk, nou dan heb ik hartstikke verdiend, meneer Jas. Goedemorgen, Shaggy Rules. Mag ik wel zeggen dat ik niet heel veel heb in deze missie aan de andere gasten? Nee, ze staan ook een beetje beduust rond te kijken, ja, vaak. Ja, ik ook wel een beetje. Oké, okay, we gaan hier even tussen. Kijk, het zijn er ook. Zijn er wel, ja, ja, lekker bezig. Oh, pas op. Ik wou die wel mijn comp weer op internet zetten. Zo, zag je dat? Ja. Mijn Cody-senses zijn aan het tingelen. Oh nee, het is toch niet Cody. Het is... Bob Ross. Oh, kijk. Deze gast zit in de deur. Kijk. Oké. Sorry dat het even duurde. Welke kant gaan we op? Deze? Heb je veel vrijheid in het rondlopen? Welke richting je kan op... Ja, deze deur wel. Sorry. Daar kwam even de cameraman tussendoor. Dit level valt het mee, maar je hebt best wel wat... Best wel wat vrijheid in veel levels. Okay. Zijn wat meer open. Ja, go! Oh, eindelijk die rust van binnen. Ja. Oh, never mind. Mo, Jacco is even druk bezig, dus jij moet even zeggen, luk, hoe kan je nou net weer een subje hebben gedropt terwijl je dit vorige week ook al deed? Wat is het voor ekserij? Heb je een sub gedropt? Hij had wel een sub, oh ja, heeft zich opnieuw geabonneerd voor 1 maand. Thanks voor de sub, Luke. Hoe je dat doet? Geen idee. Magic. It's a Shadow 1, moving to second deck. So, get that hallway and flank. Oké, ben je klaar voor? We gaan ze weer flanken. Oh shit. Spray and pray. Ja, die was nice. Je hebt nog 1 magazijn na deze. Thanks. Het is iets om rekening mee te houden. Ik ben blij dat je goed opletten. Ja, ja, zeker. Oh, dat is Ghost! Sorry, Ghost. Let's go. Clear. Hallway clear. We zijn in de campaign van Call of Duty Modern Warfare 2 aan het spelen. Ja, Cody zit hier met een pruik op te filmen en ik weet niet of we nou op hem moeten reageren of niet. Oh. Het werkt. Hey. Ik versta helemaal niks. Cheeky bastards. Hit the stairs. Victor 1, we're moving to the bridge now. Hold your fire, Alejandro. Okay. Copy, you've got 4 AQ inside. Nee, ik ga geen sniper meer. Maar hier heb ik nog maar 24 kogels in deze. Ja, nee, kijk, ik heb wel Semtex. Ah, kijk. Oh, dat werkt, hè? Let's get in there. Kijk, dit ziet eruit als de controls. Alright, eyes on the controls. Ja. Tapping in. Zie je, blijf verplaatsen. Het lijkt alsof je stickdrift hebt. Fuck. Dat is wel cool. We can't disarm it. Why? It's too late. There's no abort code? Yeah, well, that window's closed on that, boys. Gold Eagle Axel, oh shit, de missile gaat nu vertrekken. Hey! Hallo! Hallo! Papa boei. Tot zover Cody. Ik denk dat ik straks weer wel even komt aanschuiven. Maar Cody is even heel hard aan het werk. Om alles levende te houden achter de schermen. Oké, we moeten nu wel even goed opletten. Axel, we're on the con. What's the order? Input the DAL code and let the payload strike. What's the DAL code? Detonate after launch. We're gonna take out the oil rig with the missile. Alejandro's back there with the shadows. All stations, clear.
clear the rig now. I say again, clear the rig. Roger, what's the count? 1 minute. Copy, on the move. All right, Soap, get on the controls. Goeie face animations hoor, met die ja. We need it in diagnostic mode, so I can bypass the login. Ja, dat Soap, is heel mooi. Hit the clear and mode keys at the same time. Cody heeft een koffie op, denk ik. Wel, allemaal wel. A little techno een klein wizardry. Beetje. Okay. Now I need the last digit on row 2, column 1. Rij 2, column, het is een C. Het is een C. What? Negative. Rijt. Row 2, column 1. Wat? Rij 2, column 1. Movel. Nee, het is toch een C? C, Charlie. Perfecto. Oh, yeah. Wat eindigt dat? Headed for New Orleans. Not anymore. Misschien heb ik de verkeerde aangeklikt. Dat is duidelijk een C. Execute, we're set. Oké, execute. Let's enjoy our handiwork, Sergeant. Here we go. All stations, prepare for the boom. Ja, ze schieten dus op de oil rig. Ah. Oeh. Oh ja, yeah. Dit is goed voor het milieu. De olieplatform opblazen. Ja, echt hoor. Goed voor de zee en zo. Jesus. Alejandro, you okay? Het was C, maar je koos voor 8. Oh, was wel C dus. Oh, sorry. You safe? We're good here, Hermano. Gold Eagle Actual Shadow 1. Good hit. Good hit. Missile and rig destroyed. Copy that, Shadow 1. Good work. Now get off that X and go home. So, Ghost, thanks for a job well done. Roger that, Actual. We're RTB men. Ja, liet hij hem even hangen, zeg je dat? Ja, het duurt lang. Hermano. Diepe zucht, zegt dat wel. Wat een bende. Oeh. What's this? Hij is van de Mexicaanse special force. This is the immediate fusion. Step away from the gate. What? You heard me. Are you crazy? Alejandro. This is my base. Not a base. This is a sizable Cobra facility. And I admire it. So I'm taking. You boys have been relieved. Thank you for your service. No. I don't take orders from you. Didn't Valeria say that? Now that makes me wonder what else I don't know about your affiliation with the drug lord. What the fuck did you just say to me, Pendejo? Lying briefs. Don't do that. Don't do that. No one needs to get hurt here. Are you threatening us? Soldier, I don't make threats. I make guarantees. Geen fijne gast die Graves as well. Do this. I'm calling Shepard. General Shepard sends his regards. He told me y'all wouldn't take this well. He knows about this. He's put me in command of this operation from here on out. So y'all need to stand down. It's time to let the pros finish this. Why the hell are you talking like this is some kind of negotiation? It's not. I've got my orders. And now you have yours. And who the fuck do you think you are, cabrón? My men are inside! I'm afraid not. Your men have been detained. Oh, hij krijgt een rode tekst inderdaad. Zie je, zijn naam is nu rood. Oh ja. Dat is echt heel grappig. Een leuk klein detail inderdaad. Oei. Ja, lekker, Ghost. Hoppa. Hier. Yeah. Oh shit, dat was Graves. Yeah. Oeh, Soap is neer. Rollen! Oh, zo hé, kijk het dan! De slide! Het begin van elke Far Cry game. Dat je weggerend. Ja, precies. You there, Ghost? That was a big mistake, brother. Did not have to be like this. Son of a bitch. Find him! Gotta find him and kill him. Zo, ik zou wel een hele serie of film kunnen zien met deze CGI. Ja man, ik zat het te spelen en ik dacht, eigenlijk kan ik dit ieder jaar wel spelen. Ja. Gewoon een campaign van 6-7 uurtjes. Het speelt zo lekker door.
gewoon die spanning. Dat wel, ja. Call of Duty campaigns zijn altijd wel lekker, gewoon lekker snappy, weet je wel. Je bent er niet al te lang mee bezig. Maar ik vind het veel toffer dan bijvoorbeeld die van Vanguard vorig jaar. Die van Vanguard was zo dom op sommige momenten. Ja, die heb ik dan weer niet gespeeld. De laatste campaign van mij was Black Ops 4, denk ik. Oh. Of nee, die nee, had, geen had geen campaign. 3 dan. Ja. Ja, 3 was ook dom. Ja, ik vond wel dat hij wat interessante dingen eraan had. Het verhaal was dom. Ja, ja. Nee, de gameplay zelf was... Fuck, where are you, Ghost? Wat vond ik dom aan de campaign van Vanguard? Het was... Ze presenteerden het als een heel serieus Tweede Wereldoorlog verhaal, maar het werd bijna een soort Black Ops game met een groot complot en... weet je... Een beetje silly. Ja, het was meer een Transformers film dan een... dan een... Ja, maar ze pushen de hele tijd dat het historisch accuraat was en zo. En dat, maar dat viel vies tegen. Nou, dat... Ja, kijk... Qua outfits en zo... Dat was allemaal wel goed. En qua wapens, maar... Gewoon het hele scenario. Dat ze een nieuwe Führer gingen zoeken. Wat super geheim was. En, okay. Er zat ook iets bovennatuurlijks in. Ik vond dat niet helemaal passen. Terwijl dit... Kijk, je ziet dat het een blockbuster film is. Maar... Oh, dat zijn het enemies? Ja. Oh ja, Graves. Het is gewoon Graves. Ja. Hoe was die van Cold War eigenlijk? Wel oké. Okay. Oké. Okay. Wel oké. Okay. Best wel ingewikkeld qua verhaal ook. Beetje net als de eerste Black Ops. Maar gewoon niet zo memorabel of zo. Dat is een beetje de beste samenvatting die ik kan geven. Deze missies zijn allemaal best wel memorabel. En niet meer omdat het dat je ons de boven aan een helikopter hangt, maar... Dat is echt typisch Call of Duty. Ja, maar dat die scenario's gewoon spannend zijn. Ja, je hebt iets meer focus nu op wat er werkelijk gebeurt in het verhaal. In plaats van dat het chaotisch is en vuurgevechten links en rechts, is er nu iets meer, geconcentreerd op één ding. Oh, die... Met rust gaan. Ja, precies. Call of Duty 4 was er heel goed in. Dat je had die snelle missies. En je had die rustigere missies met all gillied up natuurlijk en zo. Die stealth missies. En je hebt heel erg dat contrast dan. En dat miste ik soms een beetje in sommige campaigns. Oh, je hebt echt crafting ook. Is dat, ja. Is dat nieuw in dit deel of was dat voorheen ook al? Ik ben een beetje... Er zit natuurlijk een kennisgat voor mij. Ja, tussen... dat is grotendeels nieuw. Je hebt nu een backpack. En je zie, je kan hier ook nog wat andere dingen craften waar we zo achter komen. En je moet dus wat spullen verzamelen. Een beetje à la Last of Us. Gewoon wat simpele, paar simpele ingrediënten waar je dingen mee kan maken. Oké, okay, gewoon wat tools voornamelijk. Ja, maar goed, ja, we zijn dus nu... we worden achterna gezeten door de Shadow Company. Die om de een of andere reden hebben die de basis gestolen van de Mexican Special Forces. Ghost is verstopt ergens. En wij gaan nu proberen om naar hem toe te komen. En ze killen iedereen. Oh shit. Ja, dit kan nog wel heel goed de eerste Call of Duty worden in een aantal jaren die ik weer ga kopen. Het spreekt me allemaal heel erg aan. Ik vind het tot nu toe heel tof. Maar het is een campaign natuurlijk, hè? Ja, nee, maar zeker. Maar ik ben altijd ook wel toch al stiekem een beetje een zakker geweest voor de campaigns. Ja. En die Spec Ops mode lijkt me ook erg leuk, tenminste. Ja, daar heb ik dus nog niks van gezien. Nee, daar weten we nog heel weinig over. Maar het gewoon het idee van samen met maat. Dat vond ik ook altijd zo vet in Modern Warfare 2. Dat je dan van die sniper missies, dat je beide een target kiest. En dat je dan aftelt. Ja, dat is gewoon zo leuk. Jij links, ik rechts. Ja, precies. Fantastisch. Let's show them how we handle corruption, ja? Ik ga even hier omhoog. En ik hoorde van ons Luc, achter de schermen, dat deze een soort van Battlefield-achtige multiplayer mode krijgt. Met een hele grote map en zo, wat gewoon... praktisch Battlefield is of zo? Ja, Ground War heb je. En je hebt ook DMZ, wat een beetje Escape from Tarkov-achtig iets wordt. Ik ben altijd wel iets meer van de Battlefield-kant geweest. Dat spreekt mij als Battlefield-fan wel aan. Ja. Hey, kijk eens. Not too far from his previous owner. Good.
Careful with it. Can light your way but attract attention. En wat deze game ook nog wel weer goed doet, ze durven een beetje te shockeren. Zo heftig soms. Ja, zie je al die burgers die liggen dood. We'll get a green light to go after these guys. No more green lights, Johnny. We're on our own. Dit bijvoorbeeld. What about Alejandro? Alejandro you can trust, but he's in grave custody. Oh, kan ik eerst een tool maken, aha. Alejandro is haar brother. Alejandro is nuestro hermano. If he's alive, he's on our side. Be careful of your trust, Sergeant. People you know can hurt you the most. Good advice, LT. See Nix. I want to be like you when I grow up. You want to be better than me, Johnny? I will be. Good man. Think I'll live that long? Probably not. Die, volgens mij is het ook nieuw, die dialoog op die... Oh! Ja. Heb jij nog gemerkt dat het echt invloed heeft? Of is het voornamelijk gewoon dat je de gesprekken een beetje... Gewoon voor de gein. Ja, wel leuk. Oh, hier komt iemand. Ik weet niet of ik hier goed lig. Headlamp. Ik weet niet of je die wel zou aandoen. Nee, die laat ik even uit. Ik zie echt geen hol. Letterlijk niet, nee. Het is gewoon pikzwart. Oh. Oh, zijn het benen? Ja. Nee, ja, dat is die hond. Is die de cage dog? Ja, mensenbenen volgens mij. Cage dog. Shoot him and repo quickly. Don't get compromised. Big Giza. You are stone cold, Simon. Why is two legs and blades? What? Half a dog. Sorry I asked. Alles hier, ja. We lopen ook weer echt op onze tenen. Zie je dat? Nou, hier ligt dus niks. Nope. We hebben een Ronnie V in de chat. Niet op de hond schieten, please. Nee, dat gaan we niet doen. Ik kan niet eens op de hond schieten. Nee, laat ze daar niet toe? Nee, ik heb niks om mee te schieten. Oh, op die manier. Ik dacht al. Dat je zo'n friendly fire ja, maar kijk, de disable hond, krijgt. Ik hou de hondje buiten. Hij heeft hier niks mee te maken. Nee, dat gaan we niet doen. Oei. Dat is ook fucking lomp natuurlijk, hè. Ja, als ik een dier in GameStop maak, dan ligt er gewoon 5 weken wakker van. Keep it, Ali. Stick to the edges and stay low. Copy. You may get a brag rag for this. A medal. Chest candy. Ik heb deze missie gehaald zonder 1 kogel te schieten voor de trophy. Oeh, dat klinkt als een leuke trophy. Ik denk niet dat mij dat gaat lukken. Vast wel. Fuck me te pakken. Dead shadows are my medals. Said you wanted a win. Congratulations, you're a winner. Why beel your head? English McTavish. Sorry, sir. And a chance. Mij kan je die trofee nog halen, toch? Go fuck yourself. Je hebt me niks geschoten. Nu nog wel. Kan ik iets maken? Nee. I set up a sniper position in the church tower. Find your way there and you might just make it. Goed ermee, cabron. You are making a mistake. Grande. Oh, hallo. You like working for narcos? Este was territory lead us to us. You like money? No. El Dinero, hombre. Wacht, is de politie die ze aanvallen? Ja. Damn. Graves is rounding up cops. He's judge, jury and executioner now. Eloos, Jana. Otto. Wat straks lastiger. Oh. Stand by. Hey, Jana. Ja, maar ik ben wel vroeger pro geweest in Call of Duty. Ja. Oh. Dat zijn heuse woorden, Jacco. Nee, doe het niet. Oh, kut. Ik heb geen equipment. Oh, ik dacht dat ik een mes had. Sorry. Ja, nee, dit ga ik nooit winnen. Je hoeft ze niet te killen, hè? Ah, nee, nou ben je de lul. Daar ga je, Jacco. Nee! Oh! Oké, laat maar. Domme. Sorry. Nee, ik moet er dus langs sluipen. Shit, ik dacht dat ik een mes had, joh. Oké, ik ga even liggen hier. Gewoon niemand proberen te killen, gewoon lekker slapen.
Reeves is rounding up cops. He's judge, jury and executioner now. Oké, daar gaan we. Oké, we pakken daar die flesjes. Stand by. I'm not fucking scared, bro. I'm not stupid either. Moving over there. It's quiet here. What the fuck? I'm worried. Worried's different. Heb je hem in een bakje met doekjes gegooid? In een zwart gat heb ik hem gegooid. What the fuck is dit nou weer, jongen? Daar ging een van mijn twee kostbare flessen. Oké, nog eentje. Oké, die ging wel. Maar deed niks. Oh, jawel. Hij loopt zo langzaam, jongen. Oh mijn god. Oké, deur is maar dicht. Hop. Nog fles. Hier, flesje. Oké. Daar is iemand. Volgens mij... Hier even binnen kijken of hier wat ligt misschien. Ja. Een trap. Nice trap. Dat is nice. Chemical. Be aware to use this. Nice. Surprisingly useful as a trigger. De rookbom. Altijd goed. Exactly, Johnny. Not an airstrike, but it will do. Ja, hier moeten we niet zijn, denk ik. Mitchie heeft net ook de campaign uitgespeeld. Best ziek, zegt hij. Nice. Very nice. Ja, ik vond hem ook erg goed. Flesje. Oké. Okay. En als je een cijfer mag geven, Mitchie? Lovely. Find a sharp weapon. Shit, sorry. Ik dacht dat ik eentje... Ik hoor er al een te hebben, volgens mij. Ik denk dat dat het probleem is. Deze guy gaan we niet zomaar langskomen. Ja, misschien met een flesje, als je die daar rechts gooit. Kijken, hier zijn we naar binnen geweest, als het goed is. Misschien dat we hier iets vinden. Nee, hier zijn we net geweest. De wax. Jacco ook uitgespeeld, ja, dit weekend toch? Ja. Zou het wel een 8.3 geven? Een verdienstelijk cijfertje. 8.3, wauw. Zou ik hem daar binnen gooien anders? Dan ga ik hier gewoon rechts de hoek om. Maar misschien moet je wel door dat deurtje. Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet gewoon rechts gooien? Ja, waar dan? Daar zo. Gewoon, oh, ja, daar, ja. Die hoek. Ja, ja. Oké, okay, komt ie. Ik ben echt te hard gewend dat er een uitroeptekentje boven het hoofd komt hangen bij enemies die alerted zijn of zo. Found some chemicals. Tied them up with some wax. You got a smoke bomb. Hey. Sick. I like it. Sick. I like it. Good call, Moss. You missed the knife. Several. I think I found one. Some of the dead shadows are more handiwork. Oh, oh, die komt weer rustig terug op zijn plekje staan. Hij is die kant op gericht, hè? Weet je dat zeker? Nee. Oh, ja. Oh! Nee, niks meer. Jezus. Draai je om dan. Heb je nu nog een flesje? Ja, ja, maar ik wil ze niet allemaal verspillen. Area secure. Oh. Area secure? Nou, loop je dan. Secure mijn kont. Ik ga hem daar zo hard steken. Ik denk dat hij niet meer gaat omdraaien. Oké, nou, dan toch maar een fles. Gooi hem niet in de void. Oh, het werkte. I'll check it out. Moet je hier wel zijn? Ja, dan ben ik wel even hem pakken. Oh! Oh! Is dat een enemy? Took his gun. Good work. Oh ja, ik heb hem ook daar naartoe gelokt. Oh, natuurlijk. Ik hoop niet dat hij je lichaam gaat vinden. My kingdom for a suppressor. Be
smart with what you got. That's the trick. Nou, laat ik. We gaan die kant op. Don't stick around admiring your work. Keep moving. Hi. Even kijken wat hier is. Can you use this? Niet schieten dus voor de trophy, inderdaad. Goeie reminder. Altijd proberen in ieder geval. Ja. Je kunt het, Jacco. Come on. Heren, hoe was jullie weekend? Hebben jullie nog games kunnen spelen? Wat heb jij gespeeld? Ja, je hebt dit gespeeld. Ik heb dit gespeeld, ja. En verder heb ik een halve vloer erin gestampt met Cody in zijn huis. Oh ja, natuurlijk. Is het allemaal nog goed gegaan bij Cody? Jawel, alleen de ondervloer was op, dus we... Oké. Okay. Hadden meer kunnen doen, maar we hadden even geen ondervloer meer. Dat is jammer. Ik heb niet echt een grote game gespeeld. Ik zit even te wachten tot God of War. Ik wil nu niet echt aan iets groots beginnen. Ik zat te denken aan Plague Tale, maar... Ik weet het niet. Die 40 FPS, ik ben te snobby daarvoor. Ik wacht nog even af. Misschien komt er nog een optimalisatie-update. Net als Insomniac dat wel eens doen. Nou is Asobo niet echt Insomniac, maar... Hè? Nee, precies. Ja, God of War heeft ook een 40 FPS mode, zag ik. Ja, wel interessant. Ik wil eigenlijk wel aan de andere kant ook wel proberen. Misschien is het best wel te doen, maar... Ja. Ik heb heel kort Assassin's Chronicles China gespeeld. Oh. Die sidescroller. Cool. Die was op de LT. PlayStation Plus pass. With the shadows. I like the sound of that. Dat is best leuk. A man after my own heart. You have a heart. A cold one. Die kant op, hè? Ja. Hier gaat het niet. Ik vind die gesprekken wel leuk tussen Shop en Ghost. Ja, het houdt je een beetje bezig. Ja. Zo. We moeten uiteindelijk die kant op. Oh, daar ligt ook nog wat. Kijk eens aan. Fles. Altijd handig. Love me some bottles. Oh, Mol, je hebt het verhaal van Luc gemist. Het verhaal van Luc. Oh, volgens mij zag ik het net al even, maar het was een heel spannend stukje. Het ging iets over Brazilië of zo. Nee, ik heb niet alleen. Ik heb bij het verhuizen heb ik vooral dingen geshout. En toen heb ik gekeken hoe het eerste stukje werd gelegd. Want het was voor jou de eerste keer een vloertje leggen? Nee, tweede keer. Maar okay. Ik best veel planken. Maar daarna was het lekker doorbeuken hoor. Daar hou ik wel van. En daarna nog getraind of daarvoor zelfs? Daarvoor. Ja. Gekke man. Ja. Heb je dan niet last tijdens het showen en zo? Of? Nou, valt wel mee. Mol, ik heb een idee. Er staan hier 3 gasten. Ik heb 1 mijn. Ik ga ze proberen hier naartoe te lokken. Maar komen ze wel echt op een kluitje dan? Ja, nee, ja, in ieder geval eentje, denk ik. En dan heb ik een rookbom. En dan kan ik proberen om die andere 2 neer te halen met mijn mes. Of in ieder geval eentje. En zal dan die rook... Ren ik door. Ja. Nice, I like it. Dus die... Ik pak hier even een fles. Dan moet ik die niet op de mijn gooien. Gaat die dan af? Ja, nou ja, deze game kennen we wel. Oké, dan equip ik even die rookbom. En dan hoop ik dat die hier gaat lopen. Hey kaasplantjes. Hey kaasplantjes. Welkom, we zijn Call of Duty Modern Warfare 2 aan het spelen. Oh, lekker, hij is dood. Spanning en avontuur. Ik heb nog een mijn, maar misschien is het zonde om die te gebruiken. Komen ze hierheen? Ja. Oh. Even kijken, Mol nog steeds op zoek naar een kat. Klopt, ik ben nog steeds in de markt voor een kat. Luc Hemmels ging of politicus rechterhand van het huidige... Wow. Nee, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Heb je geschoten? Dit is niet goed. Je gaat dood. Ah! Oké. Okay. Slomp, jongen. Oh, gestompt. Ja. Pap, pap, pap. Ik heb geschoten. Je schoot zat nog een paar keer na, volgens mij. Fuck. Ja, maar ik dacht dat hij... McTavish. Oh. Ik dacht dat hij armor had, dus ik dacht, ik spray hem gewoon. Oh ja, nee, vandaag spelen we wel uit, Cookie Nader. De huidige president heeft geschoten en handgranaat gegooid naar politie vandaag. Oh, jeetje. Wat? Ja, maar dat is Bolsonaro, toch? Dat is echt rare man. De grootste asshole van de wereld. Bijna. Oh, daar dat lampje. Ik zie dat lampje daar.
Oh, is dat een guy? Nee, dat is een guy in de muur. Ik dacht dat het een los hangende lamp was. Oh! Stand by. Kijk, oké. Okay. Ghost. Het ging even rough, maar we zijn er. Ja. Okay, we hebben nog één rookbom. We hebben nog iets verder. We kunnen nog één mijn maken. Kijk eens aan. Dat is ook wel fijn. Het is echt guerrilla warfare dit. Muizenval ook echt. Oké. Wat ik van de aftercredits vond. Ja, dat was wel nice. Dat is voor de Modern Warfare liefhebber wel genieten. Oh. Dit klinkt als een... Ze gaan full on Marvel met de end credits. Oh, echt ja? Insert nieuw personage. Oh! Kan ik hier... Nee. Singleplayer is een uurtje of 10, 12? Vraagt Koekje Nato. Nee, laten we zeggen 7, 8. Oh, oké. Okay. 6, 7, 8. Ietsje langer dan 2019. Kijk eens aan. Soap. Found the tripwire ripped to a shotgun. Disarmed it. Get parked there, mate. Open hearts and minds with the Johnny. Graves is burning the midnight oil to find us. Why? Graves is involved. No matter what, this is an unprecedented amount of fuckery. We need to get to the bottom of it. Accurate and deadly fire tends to resolve these things. Right now, we're not safe here. Right now, we're not safe anywhere, LT. Okay, die hebben we wel nodig. Ho. Die kunnen we niet maken. Nee. Check. Even hier nog binnen kijken hoor, want je hebt echt alles nodig. Beetje Last of Us vibes, hè? Ja, zeker. Want het is wel fijn een beetje looten. Ja, het heet wel iets, vind ik. Oh. Dat is... Oh, nice. Wel een lekkere wapens van double barrel shotgun. Wow. What the fuck? Oh, hij is dood. Hey. Die kan ik ook wel gebruiken vandaag. Daar ben ik vrolijk van. Let's go! In Mexico. Nice. Kijk eens. Nu kunnen we weer normaal bewegen. Want dat had te maken met je health of zo? Ja, je was gewoon. Je hebt schotwond. Fucking Ritz. Okay, die gaan we ook even openmaken. You're gonna owe me for this. Doen we even. Why? We're fixing each other's problems. What's my problem? The mask. Take it off. Show my face. Yes, sir. Negative. Are you ugly? Is it okay? Oh nee. I doubt that. A sight. Okay. Okay, even goed hier rondkijken. Metaal. Binding. Jacco trekt de hele toko leeg, dat wel. Ja, rare plek ook altijd, hè? Zo, ja, ik heb even wat metaal op mijn tafel laten liggen. Wat scraps. Ja. Oeh, gaan we deze nog? Kunnen we ook nog maken. Fuck it, laten we doen. Misschien ligt er wel een raketwerper. Ik zag aan het begin van deze missie dat die hele crafting radio, dat het nog allemaal vraagtekens stonden. Ja, hier zo, ja. Betekent dat er per missie andere craftables zijn? Of is het de eerste missie waar je dingen kan craften? Volgens mij is dit is de eerste missie waar je dingen kan craften, maar en de andere missie had je wel... Je hebt wel dezelfde dingen die je dan kan maken. Okay. Oh, wat de hel is dit? Moet je echt een code vinden? Locked. Gotta find the combo. That looks interesting. Nou, misschien heeft het daar wel iets mee te maken. Even kijken.
Dat is 2931-1. Probeer dat eens, zou ik zeggen. 2931-1. 01 dan. Maar er staat ook iets met een hartje daar, maar ik kan het net niet goed lezen. De 40th. En dan met een 10. Dat is de 10e, is de 40th. Hartje. 40th anniversary? Ja. Jubileum? Dus 29. Ja, die kruis zijn gewoon nou? De dagen. 2931-1. Ja, maar dat zijn gewoon de dagen. Die lijkt me sterk dat dat de code is. Het zal wel heel toevallig zijn. Het is echt verschrikkelijk dit. Ik zie niet wat daarboven gekribbeld staat. 40th. Oh, 40th. Oh ja, ja, ja. Dus 40. Op de 10e is de 40ste jubileum, 40, denk ik. 40, 10, 20 of zo. Oké, okay, we gaan het gewoon proberen. Kijk, nu moeten we hem openmaken ook. 10, 10, 80? Zeg, 10, 10, 80? Hoe komt iedereen bij 10, 10, 80? Iedereen zegt 10, 10, 80 uit het niets. Hoezo? Ik weet het niet. Nee, ik wil eerst 40, 10, 20 doen. Of hebben jullie het op Google opgezocht? Lijkt me wel, want iedereen zegt uit het niets. Oktober 10. Oh, de trouwdag. Jezus. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ze hebben gelijk. Ja, nee, van 2020. Natuurlijk. Oh, ja. Op die fiets. Oh, jee, onze chat is echt slim. Holy shit. Onze chat is echt slim. Ik kan nu niet meer terug, trouwens. Exiten. En dan weer opnieuw. Ja. Yeah. 10 oktober. Wow, wat zou hierin zitten dan? Deze heb ik nog niet gezien. Dit is leuk. Spannend. Nee, wij zijn wakker. Ja. Draai, draai, draai. Ja, ik had hem terug moeten. Oké. Okay. Yes! Oh, lekker, hoppa. Chat. Throwing knife, helemaal goed. Ja, een Desert Eagle met een ding. En throwing knives, kijk. Kost. Soap. Guess why phone? Dit vertellen ook gelijk. Goedemorgen, Gamerman. Yo, Gamerman. En nog een site. Ja, kijk. Maar nu gaan we ze pakken, mol. Nu gaan we ze zo hard pakken. Oh, dat zijn er erg veel. Check the warehouse. Oh, oh. Seek and you shall find. Oeh, kut. Dit zijn er veel. One leads out across from the church. Be advised. The tunnel is flooded. Prepare for a cold swim. Can't wait. Weet je wat gamers echt meer mogen vertellen? Of vijanden jouw flashlight kunnen zien? Ik weet dat nooit in games. Ja, ik weet nooit of ik hem aan kan laten of niet. Luister, dat hebben ze wel gezegd, hè? In deze wel? Ja, ja. Ze... Wow. Fuck. Ja, even die pompt even een hele shotgun leeg op ons, denk ik. Maar in deze game zeiden ze dat dus wel in het begin of zo. Ja. Oh, dat vind ik echt heerlijk, want ik kan het niet hebben als een game dat niet vertelt. Maar ik snap wat je bedoelt, hoor. Zo, ze zien je wel heel snel. Ja, ze zijn wel goed erin, maar... Gewoon altijd uit. Ze zien me nu nog steeds. Oh! Oh! Oh, nee! Niet best. Ja. Nou, ik zei dus vanochtend tegen jou, mol, dit is een moeilijke missie. Oh, dit was het, die moeilijke missie. Dit is de moeilijke missie, ah. Ja. Ik heb me vorige keer heel raar opgelost. Maar we komen er wel. En een vraag van Ashley Leontina. Kijk. Is die al uit? Nee, vrijdag komt deze game uit. En Don Prong vraagt, wat vinden jullie van deze game? Nou, wel leuk. We hebben hem nog niet uit, maar we zijn er al ik wel bijna. Ik vind hem vet. Ik moet je even achterlangs. Door deze deur dan, I guess. One leads out across from the church. Be advised, the tunnel is flooded. Prepare for a cold swim. Can't wait. Even gewoon een goed beginpunt vinden. Oh, hier, zie je? Hoppa. Oeh. Ja, nu ga ik ook niet meer rustig aan doen. Ik ben zat. Krijg ik wel kogels hiervoor? Shotgun kogels. Mol, wil je deze game of straks de multiplayer ook spelen? Of wacht je op de nieuwe Warzone? Nou, met shooters, laatst zei heb ik het niet echt zo heel erg met shooters. Spel voor nog wel hier en daar, maar... Ja, ik heb toch al zin om even gewoon lekker dom te schieten, weet je. Soms even gewoon verstand op nul. So far, so good. Dus ja, ik denk dat ik alles wel even weer ga proeven. Gewoon even weer in de Call of Duty duiken. Oh, een paar jaar hebben we niet gedaan. Dus Ja, dat is nice, man. Oh, kut. En ja, Warzone, ja, weet je, is gratis. Die kan ik sowieso wel checken.
meer maken. Nog een mijn. Kijk eens. Het is wel lekker hoor. Dit schieten we op. Oké. Twee rookbommen en twee mijnen. Heel zijn huishouden in je broekzak. Ja, zeg dat wel. Oh, dit zijn er twee. Oh! Oh! Oh, nee! Oh. Ik dacht ik mijn throwing knife had. Oh, je hebt ook maar 6 kogels nog in deze deagle. Ja, kijk, nu hebben we een probleem, Pie. Ja, die gaat checken, 100%. Appetee! Zo! Maar die throwing knife kunnen we terugpakken. Oh! Oh, nee! Oh, mijn god, we gingen zo goed. We gingen heel even goed. Kleine hiccup. Ja, oké. Okay. Oh, yeah. Oké, deze selecteren we. Dat is mijn fout, hoor. Dat had ik goed dat ik moet zien. Oh, goedemorgen. Die zeg je ook wel heel laat. Of, nou, niet. Nee. Maar ze gaan naar lichaam zien. Niet? Oké. Okay. Kan je bodies ook wegslepen? Nou, het lijkt erop alsof het niet eens nodig is. Oh, oh. Wat gebeurt hier? Oh! What the hell? Hij draaide zich ook helemaal om. Ja, wat gebeurde? Daar had je hem wel. Ja, shit. Nee, oké. Ik ben zat. We moeten hier weg. Waar gingen we nou heen? Die kant op. Oh, fuck. We doen wel een takedown hier. We got a casualty. It's Brian. Wat leuk achter me. Wow. Zo. Die stond klaar. Lijkt een 076. 6. Thanks for the follow. Oh. Nee, daar ga ik goed, Jacco. Helemaal niks. Dit is echt een moeilijke missie. Ik merk het. Maar dat hoort erbij, een beetje uitdaging. Ja, dat is waar. What the fuck? Kogeltjes pakken. We moeten gewoon zoveel mogelijk die kant op lopen. Dit hebben we nodig. Oh, yeah. Dit hebben we nodig. Dit hebben we ook nodig. Nog een mijn. Ik moet gewoon wat mijnen neerpleuren ook. Overal mijnen neergooien. Maakt niet meer uit waar. Is dat weer een lampie? Oké, nou gewoon moeilijk, dit is op veteran. Nou ja, ja, in principe ben je dan in één keer dood, denk ik. Ja, als je ziet, dan ben je fucked. Oh, daar komt er weer een. Ja, loop er maar langs. Loop er maar langs, loop er maar langs, loop er maar langs. Netjes. Oké, blijf even hier staan. Oh. Komt er een. Oké, okay, ja, we wachten heel veel. Het antwoord op stealth is vaak geduld, inderdaad. Levi, be on mobile. Thanks for the follow. Volgens mij hebben ze alweer door waar ik zit. Ah, een beetje die AI is echt wel verbeterd ofzo. Die... Oh. Over het algemeen wel, maar soms zijn ze nog wel oerdom. Maar ja. Ze zien je wel absoluut veel sneller. Oh. Goed geluid hoor, van die granaat om de hoek. Oh nee! Oh! Het is erg pittig, ja. Zit er nou? Oh, het zijn er twee, vandaar. Er zijn er gewoon meerdere. Ja, het is niet te doen, joh. Ik moet er gewoon doorrennen, denk ik. Fuck it. Ja, het heeft geen zin, joh, om... Gaan we dit overleven? Je kan wel veel kanten oplopen, inderdaad. Het is niet zo super lineair.
Ja, je hebt overal wel dingetjes om te schuilen. Ja, precies. Shit. Oh. Oh nee. Oh nee. Ja, shit. Schiet hem. Oh! Dit was hem, Jaco. Come on. Ja. We hebben ooit in World at War vastgezeten op een choke point waar echt 3 flamethrowers en ook nog 5 granaten aan gegooid werden. Ik weet precies welk stukje je bedoelt. Op high difficulty bij de instant down. Ja, dat was echt een frustrerend stukje. Oké, mijn. Oh, hij gooit hem echt niet meer. Ik had hem ook daar helemaal van de trap verwacht. Het is zo'n klein stukje gooien. Ah, is leuk. Hij doet alsof er iets bijzonders in zit, maar... Komen ze nou wel of niet hierboven? Ah, ze hebben je hier nog niet gezien. Net wel. Ja, oké. Ja, het geluid is ook wel echt sterk. Je hoort dat ze dichterbij komen. Oké, we moeten hier tussendoor. Zoek wel. Afgekeken bij Lesbos, dat er zoveel met elkaar praten, die vijanden. Ja, die per se Lesbos dat uitgevonden had, maar die deden dat wel erg goed. Ik zie echt niks. Ik ga mijn gooien. Where you fucking go? Yes. Oh, ze weten ook gewoon direct waar je zit. Ja, maar nu komen ze wel de trap op, denk ik. Wat? Ik vind het inmiddels wel knap als je deze missie zonder kogels doet. Ja, dan moet je echt goed sluipen. Echt insane. Oh jee. Ze schieten me echt gewoon van buiten kapot, joh. Mol, ik weet niet hoe ik deze missie ooit heb gehaald. Ja, zeg het maar. Als je een bom uit het raam gooit, weten ze meestal waar je zit, zegt Cookie Nathan. Ja, in het echte leven is dat ook wel logisch. Dus... Ja, op zich. Oh ja, daar komt hij, daar komt hij. Nice. Ja, ik gooi er gewoon nog eentje, hoor. Dat is de enige manier waar ze naar boven kunnen komen. Nog één. Nog eentje? Zal ik er nog één gooien? Te laat. Hier dan. Jacco geeft nu gewoon toe dat hij het op Easy Breezy heeft gespeeld. Nee, nee, nee. Kijk, weet je wat ik vorige keer had gedaan? Je hebt daar zo'n cafeetje waar je begint. En toen ben ik achter die bar gaan zitten. Toen kwamen ze allemaal binnen. Toen heb ik overal mijnen neergegooid om me heen. En iedere keer als ze om de hoek kwamen, heb ik gewoon geschoten. Dus ze kwamen van links. Ik snel herladen, kwam er eentje van rechts. Hop! Oké. Ik praat niet meer. Ik praat niet meer. Waar komt hij vandaan? Oh, wel lekker die rook die eruit komt van de shotgun. Heel goed gedaan. Het zit hem in de kleine details. Waar de fuck komt hij vandaan dan? Oh, van de trap gewoon. Hij is alleen niet door die kamer gelopen. Ik heb wel het idee... Oké, nee, ik zeg niks meer. Ik zeg niks meer. Ik wil altijd zeggen, ik dacht dat we de meeste nu wel hebben gehad. Je zit je gewoon te campen in een Call of Duty campaign, omdat het te moeilijk is. Fucking hell. Dit is een beetje hoe je speelt als je maar Veteran hebt staan in de gemiddelde level, maar... Oh! Reload. Lekker. Volgens mij zijn we een redelijk eind. Oh. Ik denk niet dat ik hem helemaal heb. Ja. Voordeel is wel dat we nu die kogels kunnen pakken. Oké, niet in mijn eigen mijn lopen. Dat is ook heel gevaarlijk. Die had ik hier. Zijn niet in mijn... Oh. Goeie. Oké, even buiten kijken. Stemmen. Objective, take the tunnels to reach the church. Betekent dat je iedereen hebt?
Nee, nee, dat die deed ik. Zullen we gewoon lopen? Ja. Hier nog dingen? Nee. Oké. Found some oil. Oil, ball, and some rope for a wick. Time for a cocktail. Oh. Molotov cocktail. Oké. Okay. Ghost. Talk to me, Johnny. I found the tunnel. The church plaza is on the other end of the tunnel. Push through. You're nearly here. Right. Doe gewoon even wakko jakko en knal ze allemaal meteen achter elkaar neer. Ja, maar dat gaat man. Gewoon niet in deze missie. Dat moet je niet doen. Wakko jakko, I like it. Ik weet wel dat jij de volgende missie speelt, Mol. Ik heb mezelf alweer genoeg van gek gezet vandaag. Jesus Christ. Eén throwing knife hebben we nog. Goeie IG story, guys. Mooi gedaan. Thanks, Power Unlimited. Ik denk dat het Cody zelf is. Okay. Ghost, I got shadows wearing the body. You'll have to get in close and find the gaps. Zijn we er gewoon omheen? Moet kunnen. Ik weet niet hoe lang je je armen in kan houden. Zolang het nodig is. Hier even tussen, hier even tussen, hier even tussen. Oh. Okay. Gewoon ademen, niks aan de hand. Lopen hier nog gasten? Hij zwemt zo verschrikkelijk hard. Dat is niet normaal. Heb je ooit iemand zo hard zien zwemmen? Oh. Wat een compleet. Hij zwemt zo hard. Ja. Onder water. Kon onder ik water. Maar zo hard zwemmen. Oké, we gaan hem pakken. Onder water, takedown. Oh yeah. Ja, dat is cool. Zie jij iets? Ik niet. Ik zie, nee, ik zie bubbels. Oh. Oké. Okay. Oké, we komen in de buurt, man. Dit is goed, dit is goed. Keep coming. Ghost. Area's blocked off. Try and cut through the shops. Kijken welke kant. Ook zo fijn dat de HUD verdwijnt. Dat het dynamisch is. Ja. Nu gewoon lekker vol scherm hebt. Niet al die onzin in beeld. Super clean, je. Yeah. Twee mijnen, twee rookbommen. Één molotov, een throwing knife. En een shitload aan flessen. Kunnen we... Ja, ja, dat kunnen we wel pakken. We kunnen ze wel hebben. Oh, oh vind je van de story op Instagram. Ja, mooi. Goed gedaan. Zoals een wijs man net ook zei. Ik heb hem nog niet gecheckt. Ik ga hem nu even checken voor je. Wat heeft hij nou gedaan? Misschien heeft hij mij voor schut gezet. Good find. Heeft hij mijn kont weer op internet gezet? En vast iets op mij laten photoshoppen door Ivan. Bro. Ja. Fuck. Oh. All shadow stations. Got one near the church. Holy hell. Ghost, is that you? Ik heb er geen geluid bij, maar ik vind dat te zoomen vind ik wel leuk. Het was Ivandro, I knew it. Die doet dat goed met de zooms. Wel even met geluid, oké. Okay, vooruit. Ik wilde niet storend zijn voor Jacco, want die zit in full concentration mode. Ja, meer overlevingsmode. Misschien zit er een gek muziekje bij of zo. Oh. We zijn gewoon spelletjes aan het spelen op het internet. Oké, dat is wel echt heel anders inderdaad met geluid. Nice. Dus willen jullie nou ook weten waar het over gaat? Check even de Instagram van Power Limited. Sorry, ik ben echt volledig gefocust. Want het is echt compleet langs je heen gegaan. Wat ja, maar, nee, jawel. Ik... Oh. Ik hoorde niet wat je zei, dat leuk. Ja. Is deze missie nog lang, Jacco? Ik ga een paar dood gaan. Niet dat het te lang duurt, hè? Gewoon benieuwd.
Die gasten hebben body veel armor. Niet normaal. Oh, nee. Paniek en sensatie op de maandagochtend. Bij Jacco, die choked in Modern Warfare 2. Oh, en hij steekt zichzelf in de fik. Oké, mol. Laten we de video weer afsluiten. Ja. Oké, dat was aflevering 5 van de playthrough. Hij ging minder goed dan gehoopt. Het was pittig. We zijn nog steeds verwond als soap. En we hebben nog steeds geen ene hol. We hebben wel heel veel flessen. Ja, vond je nou een leuke video en wil je meer zien? Abonneer dan even op ons kanaal. Doe even een duimpje omhoog. En dan zien we je bij aflevering 5, waarbij ik beloof dat ik minder dood zou gaan.